Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn geworden van mijn kanaal. We gaan vandaag kiesje beker doen. Vandaag kiesje beker, reading, over je geliefde. Ik heb er van alles in gestopt. Dus ja, laten we kijken. Ik hoor net de sirenes hier. Goed, dit is deze keer kiezen. De parapluutjes, de ballonnetjes of de ijsjes. In ieder geval tot zometeen bij de eerste, de parapluutjes. Doei! Oké, kopje met de parapluus, welkom. Kijken wat erin zit. Ik heb hier de dobbelstenen en die vallen dus op deze tekentjes. Ja, er zijn nog heel veel dingen onduidelijk. Misschien praat hij niet. Daardoor is het nog onduidelijk. Zijn er nog veel vraagtekens in deze relatie? Ja, hij wil misschien gaan uiteten met je. Ja. En dit lijkt of hij iets meer eventjes in een neerwaartse spiraal zit, deze persoon. Dat hij even iets minder energie heeft. Meer, het is niet omhoog, het is nou naar beneden. Kijk, zo klopt het niet zo. Dus het is nou een beetje naar beneden de energie. Een beetje laag in de energie. Deze persoon moet alles op een rijtje zetten. Want er is wel een blokkade. Deze persoon. Toch blijft deze persoon er wel in geloven. Belief. Ja, deze persoon wil jou bellen. Contact opnemen. En hier staat op. De gedachte aan geluk is de eerste stap op weg ernaartoe. Dus deze persoon denkt veel aan geluk. En dat is de eerste stap op weg naar naartoe. En hier staat, iedereen kan het, dus waarom jij niet? Nee, deze persoon kan het ook. Ja, er komt wel iets van een bom ergens onder. Iets gaat toch wel ontploffen. Dat kan op allerlei gebied zijn, werkgebied, relatiegebied, familiebanden. Deze persoon is gelovig. Heeft wel iets met de kerk. Ik heb hier een letter D. Dus misschien is dat jouw naam of iemand anders in zijn buurt. Of zijn eigen naam of achterletter. Ja, deze persoon draagt een zware last met zich mee. Ja, er komt wel weer balans. In de situatie. Deze persoon is ook wel wijs. En wil dingen tot de groei laten brengen met deze boom. Deze persoon is waarschijnlijk erg zorgzaam of kan in de zorg werken. Deze persoon is ook wel een beetje aan het hamsteren geld bij elkaar aan het scharrelen. Deze persoon wil met jou grote hoogtes bereiken, ook in de liefde. Dat is een hartje en dan nog een hartje. Ja, deze persoon... Wildtransformatie, want dit sneeuwklokje, vlokje, kan ook allerlei vormen aannemen. Maar deze persoon schermt nog een beetje zijn hart af. Maar wil wel de sleutel van je hart vinden met twee sleuteltjes. En dan hebben we hier een runesteen. Even kijken wat dat betekent, die vis. Kijk naar een visje. Helemaal achterin. Otala. Odal noemen ze hem ook wel. Odil. Staat voor erfenis, bezit, afscheid. Dus ja, misschien dat deze persoon een erfenis krijgt. Of afscheid ergens van moet nemen.
Het kan ook zijn dat hij afscheid van een bezit moet nemen. Dus ja, dat is het een beetje. Het kan zijn dat hij ergens dus afscheid van moet nemen. Dat kan dus van een bezit. Goed, gaan we naar de volgende dingen. Deze persoon wil de belofte maken met jou. Want hij mist jou. Ja, ik heb hier wat tarotkaartjes. Ja, het rad gaat al draaien. Dus de karmische dingen gaan uit je leven. Uit zijn leven. Ja, hij wil wel in actie komen, deze persoon. De waarheid zeggen. Communiceren. Ik zie ook wel dat deze persoon vrijgezel wordt eigenlijk. Als hij nog gebonden zit, wordt hij vrijgezel. En waarschijnlijk ook wel geld. En ik zie wel een heel gelukkig gezinsleven. Ook met geld. Ja, deze persoon heeft heel veel passie voor je. Maar hij wil niet meer in en uit je leven. Want hij wil nou toch een echt gelukkig gezinsleven. Want de zon gaat weer schijnen in deze relatie. Dan hebben we hier zo aanwezigheid. En begrip. Dus ga ik even kijken wat het te betekenen heeft. Begrip. De bekwaamheid om diepe bevattingsvermogen van het leven in te brengen in je interacties. In plaats van eenvoudigweg je kennis over te dragen van de ene ervaring op de andere, handel met oprechtheid en invoelingsvermogen. Dus meer begrip in de situatie. En dan hebben we aanwezigheid. Je gedachten creëren. Je daden doen ertoe. Je aanwezigheid verandert alles. Wees een mens uit één stuk. Weet waar je voor staat. Volledig in de kern van je wezen. En treed elk moment nieuw en fris tegemoet. En ik wat knipseltjes. Ja, deze persoon zegt ook, je hebt alle reden om boos op mij te zijn. Dus waarschijnlijk heeft hij wat gedaan. Maar deze persoon wil wel de sprong maken. Van die werk af. En hij wil graag stranden bij jou. Vanaf die berg. Dat jij hem waarschijnlijk opvangt. Ja, leven uit het intuïtie. Ja, hij wil eigenlijk meer leven uit zijn intuïtie, deze persoon. Hij ziet het nou helderder. Hij wil gelukkig zijn. En lekker relaxen. Goed, dan hebben we nog een christelijk kaartje. En dat is van God. Mijn volmaakte liefde verdrijft jouw angst. God, je vader. En deze man staat ook op een berg die wil ook eigenlijk springen. Net als deze, hè. Dus ja, die sprong, die wordt wel gewaagd. Ja, ondertussen zit hij jou te observeren. Met de verrekijker. Ja, niet echt de verrekijker, maar waarschijnlijk als jij een YouTube-kanaal hebt. Of foto's, Facebook. Ja, nog wat aanraking. Aangeraakt worden is een van de belangrijkste levensbehoeften van ieder mens. Ook als je gelooft dat dit niet waar is. Een aanraking doet met ons wat de zon doet met de natuur. Je voelt het leven via de mensen om je heen. Gun jezelf vandaag meer aanrakingen. Omhels iemand en adem eens diep in. Dat is deze kolibri. Die staat dus voor aanraking. En hier staat ook deze bloem. Er staat hier la 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 la. Laten we hilarische liefdesuitingen bedenken onder de dekens. Goed. Dus er is wel iets van ondeugendheid in deze persoon. Ja, engelenkaartjes die zeggen. De toekomst die je ziet, is de toekomst die je zult krijgen. En nog een engelkaartje is, ja,
blijf trouw aan jezelf. En nog wat liefdes. Oh ja, eerst met deze doen. De rookkaartjes. Nou, prinses van de winter. Ja, even meer informatie die deze persoon kan krijgen. Is misschien moeilijk om te horen. Deze persoon moet de waarheid gaan zeggen. Met veel, veel vriendelijkheid. Waarschijnlijk is dit een indigo persoon. Ja, dus echt. Ja, in ieder geval dat je er op hem kan bouwen. Realistisch zijn. Dus echt wel. Ja, dat hij de waarheid gaat zeggen dus. Er komt gerechtigheid. Ja, je gaat winnen, staat hier. Op het eind komen eerlijke en objectieve beslissingen. Dus komt gerechtigheid in de situatie. Nou nog wat liefdesboodschappen. En er staat, ik ben jaloers als ik jou, als je met de ander bent. Dus er is wel wat van jaloersie. En dan deze, ik wil je in mijn leven terug. En hier staat ook nog, ik liet mij te veel beïnvloeden. Goed, het was de boodschap van de eerste beker met de parasolletjes. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, mensen die de ballonnetjes hebben gekozen, hier is jullie liefdesbeker. Laten we kijken wat er allemaal in zit. Nou, de dobbelstenen die vallen zo. Dat is dus echte liefde en deze persoon probeert met de sleutel jouw hart weer te veroveren. En de, ja, die palmboom is, ja, deze persoon wil graag met jou naar een warm tropisch eiland. Dan hebben we hier telepathisch, ja, misschien heb je telepathisch contact met hem. Deze persoon draagt wel een zware last met zich mee, de vrachtauto, wel een zware vracht eigenlijk. Ja, deze persoon huilt wel, die mist jou waarschijnlijk, een traan. Ja, deze persoon gelooft wel in engelen, want engelen die zijn om jullie te helpen. Ja, deze persoon wil weer kunnen lachen. Ik kan niet uit mijn woorden komen. Deze persoon ja, die staat echt in verbinding met zijn kruinchakra en met het universum. Ja, deze persoon wil dat masker afkoelen. Draagt misschien nog een masker. Maar voelt zich niet compleet. Wat de armen zijn niet af. Hè? Voelt zich niet compleet zonder jou. Ja, deze persoon zit nog wel verstrikt in de situatie. Maar wil wel wegvliegen en transformeren. Ja, deze persoon heeft ook wel geld. Het is wel een klein muntje. Maar heeft wel geld. Deze persoon ja, die wil de koningin zijn. Of koning. Hè? Ligt eraan voor wie je kijkt natuurlijk. Deze persoon wil alles glad strijken tussen jullie. Met een strijkbootje. Ja, deze persoon ja, die zou best wel met jou willen trouwen. Met de ring. Ja, deze persoon voelt zich ook helemaal verweven met jou. Nou, hebben we hier nog een klein bericht. Zoek je geluk hier en nu. Het verleden is als een mistig moeras. Het geluk moet dus hier en nu gevonden worden. In het verleden, ja, dat is eigenlijk al geweest. Hè? Dat is eigenlijk verdwenen een beetje in de mist. Deze persoon gaat zich meer toekomst, op de toekomst richten. Wees moedig, want wie waagt, die wint. Ja, deze persoon moet wel alle moed bij elkaar rapen om dit te bereiken, om samen te komen. Ja, intuïtie. Deze persoon heeft misschien heel veel intuïtie. Weet dat jij ja, dat jullie bij elkaar horen. Belong to each other. We hebben even wat rookkaartjes. Ja, het kan zijn dat deze persoon jou in de gaten houdt. Dat is echt wel een beetje de stalker kaart. Hij wil ook wel oude banden doorsnijden met mensen die hem of haar niet dienen.
ja, deze persoon, ja, er komt gerechtigheid in ieder geval. Dingen komen in balans. Ja, het kan zijn dat dit een collega was, samenwerken, of je gaat misschien samenwerken, dus echt een samenwerkkaart. Nou, deze persoon gaat die sprong wagen, gaat die berg af. En deze persoon wil een gelukkig gezinsleven, heel veel liefde. Dus eigenlijk tienen, dat is echt, echt het volmaakte liefde, volmaakte gezinnetje. Dan hebben we hier een soort pijltje. Even kijken wat dat is met de runestenen. Dus de tij was. Of die was, kan ook. Staat voor moed, de strijder, wedijver. En Taivas was een god van oorlog die zijn eigen arm opofferde om de andere goden te kunnen redden. Taivas wordt gezien als een teken van een offer te doen, waarvan je op het lange termijn van kunt profiteren en staat symbool voor helderdom en overwinning. Daarnaast is Taivas een rune die ons wijst op het naleven van regels en afspraken en ons eraan herinnert dat we moeten houden aan onze verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen. Deze rune geeft je de kans om iets karmisch op te lossen. Deze rune van strijders zal je moed, toewijding en uithoudingsvermogen geven om volledig aan je taak te wijden. Dus deze persoon moet wel moed hebben, de strijder zijn en de wedijver aangaan. Goed, dan hebben we wat knipseltjes. Stap uit je comfortzone. Ja, dat is echt heel groot. Ja, deze persoon moet uit de comfortzone stappen. Waarschijnlijk zit deze persoon wel veilig in de comfortzone. Dingen laten gaan. Ja, zich overgeven aan het universum. Ja, er komt wel geluk met de sterren. Wensen gaan uitkomen. Er is echt de liefde hierbij. Dingen gaan wat opbloeien tussen jullie, bloesem en ja, je moet wel gaan kiezen. Kiezen voor deze liefde. Goed, dan hebben we hier visie en tederheid. Ga ik even lezen. Die vrouw of die engel zit eigenlijk die katten te aaien. Waarschijnlijk is dit best wel een teder persoon. Visie. Kijk naar de wereld met de ogen van je ziel. Gebruik je voorstellingsvermogen, je innerlijk aanvoelen en de ogen waarschijnlijk minder belangrijke influisteringen om het brede beeld te zien. Geef vorm aan de toekomst die je wenst. Dan hebben we hier tederheid. Moet ik even opzoeken natuurlijk. Tevredenheid staat hier. Ja, tederheid. Doe de dingen die de wijsheid van je hart weerspiegelen. Geef grootmoedig en vrijelijk. En behandel jezelf en anderen met vriendelijkheid en zorg. Goed, dan hebben we hier nog wat kaartjes. Dan hebben we even nog een christelijk kaartje. Ik wil je omhelzen en troosten als je bang bent. God, je vader. Kan zijn dat deze persoon bang is. Misschien om bepaalde beslissingen te nemen. Deze persoon wordt getroost. Voor jou. Om de angsten te overwinnen. Ja, en dit tandenborstel staat voor mij voor schoonmaken. Er moet misschien nog wat gereinigd worden in het leven van deze persoon. Of iets tussen jullie. Dat kan ook. Goed, dan hebben we nog meer kaartjes. Beschermengel. Ik geloof dat ieder mens een beschermer heeft. Een wezen vol zoete en wijze liefde.
die altijd, altijd met tedere aandacht en steun bij je aanwezig is. Wat voel je als je openstelt voor deze mogelijkheid? Deze vogel. Dus ja, beschermengelen zorgen voor deze relatie. Hè? En dan kun je ook zien aan het kaartje van, dat christelijke kaartje van, ja, ik wil je omhelzen, troosten als je bang bent, God je vader. Dus deze persoon wordt gekoesterd. Jullie relatie wordt gekoesterd ook. En hier ook een liefdeskaartje. Och lieveling, je bent een gelukkige samenloop van omstandigheden. Het kan geen toeval zijn. Wat een geweldig cadeau. Zo kijkt deze persoon tegen je op. En dit is de oranje roos. Dan hebben we hier nog wat tarotkaartjes. Two of Winter. Ja, deze persoon moet keuzes maken. Ja, misschien vond deze persoon of vindt deze persoon dat nog moeilijk. En ja, deze persoon moet dus voor zichzelf gaan kiezen en niet om anderen happy te maken, blij te maken. Ja, deze persoon voelt zich een beetje gevangen zitten tussen gedachten en gevoelens. Dus moet toch een keuze maken, deze persoon. En dit is de Four of Spring. Ja, wees dankbaar en je hebt heel veel te vieren. Diepe gevoelens van vrede en geluk. Ja, volgens mij had ik deze kaart ook, of niet? Even kijken met de tarotkaarten. Dat is eigenlijk de tweelingzielkaart, deze. Maar ja, dit is ook natuurlijk twee heel gelukkige kaarten. Is de Four of Wands en dan ja, 10 van bekers, is ook heel veel geluk. De tweelingzielkaart is dat. Ja, dansen bij het kasteel. Goed, even wat engelenkaartjes. Wat willen de engelen zeggen over deze relatie? We zijn trots op je, wat je al hebt bereikt. Het verleden kan niet worden veranderd, de toekomst wel, zeggen de engelen. Dus deze persoon moet wel het verleden gaan loslaten. En dan liefdeskaartjes richting jou op. Ik wil het liefst gelijk in je armen springen. Ik zou wel naar je toe willen kruipen. Nou, dat is wel goede energie, hè? Maar ik moet door een moeilijke periode heen. Deze persoon weet dat er nog wat gekozen moet worden, nog wel beslissingen worden moeten gemaakt moeten worden. Dus dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Oké, laatste groep van de ijskoos. Moeten we kijken wat hier allemaal in zit. Ik pak eerst even de tarotkaartjes. Wat is er aan de hand? Ja, deze persoon moet keuzes maken. Keuzes maken. Want er zijn te veel keuzes waarschijnlijk. Maar dit ben jij die hieronder zit. Deze persoon is een beetje in de war. Want welke keuze moet ik nou maken? Daar zit hij nog wat mee te jongleren. Te goochelen. Want ja, hij vindt jou wel een hele mooi iemand. Die gebruikt zijn intuïtie, is spiritueel, wijs. Ja, hij besluit toch wel weg te lopen uit de situatie, deze persoon. Deze persoon houdt jouw foto's misschien in de gaten. Is misschien een beetje aan de stalken, dat kan hè. Ja, deze persoon is een beetje angstig. En deze vallen er zo uit. En deze persoon vindt jou een mooi diamant. Kijk, want hier ligt ook een diamant. En ja, hij voelt zich wel een beetje in de regen staan. Misschien wil hij naar je toe met een vliegtuig. Of hij wil met jou op vakantie. Of hij wil sneller verhuurd. Want er is wel passie tussen jullie. En je bent ook wel zijn wens. Goed, even de voorwerpjes. En deze persoon wil eigenlijk de zon weer laten schijnen. Misschien komt hij uit een zonnig land, dat kan ook. Deze persoon wil wel sneller vooruit dan nu.
Dit kan een heel zorgzaam type zijn, want de olifant zorgt wel goed voor zijn gezinnetje. Voor de mede-olifanten, deze persoon wil wel geluk. Ster, dat de wensen uit gaan komen. We hebben hier letter L, letter I en de letter D. Lid krijg je dan. Goed, en we hebben hier, hij zit dus vast met jou aan een koord. Jullie zijn verbonden. Ja, deze persoon wil zich overgeven aan het universum, maar ook zichzelf bevrijden lijkt wel. Want er is nog wel een obstakel. Ja, deze persoon wil eigenlijk jou hallo zeggen. Van hier ben ik, hallo. Deze persoon kan dus een, dit is de wereld, in mijn, met het speltje. Kan dus misschien uit een ander land komen. Maar hij wil wel een andere wereld instappen. Een nieuwe wereld met jou. Dus oude achter zich laten. Een nieuwe wereld binnengaan. En ja, geluk hè. Dat komt er dan ook aan. Geluk. En die beker van liefde wil deze persoon jou aanbieden. Goed, wat zegt het universum? Ik wil alleen maar dat jij bij mij bent en ontdekt dat de relatie met mij niets te maken heeft met iets presteren of dat je iets moet doen om mij tevreden te stellen. God, je vader. En deze persoon moet zichzelf tevreden stellen, hè? Echt voor zijn eigen doen. Goed, dan hebben we hier nog wat knipseltjes. Aardse zaken als muziek luisteren, kunst kijken en lekker eten brengen de storm in je hoofd tot zwijgen. Deze persoon is een beetje onrustig. Een storm in het hoofd. Deze persoon moet echt weer zen worden. Rustig worden. En de kracht krijgen. En doorgaan. Doorgaan met de dingen waar hij bezig is met dit proces. Want die weegschaal moet in balans komen. Hier staat. Maak op het pad van geluk van alle moeilijkheden gewoon mogelijkheden. Dus dat zijn allemaal geen moeilijkheden, maar mogelijkheden. Dus hij moet eigenlijk een andere kijk op de dingen krijgen. Knip de lastige knoop niet te snel door. Je kunt hem ook ontwarren. Ja, misschien moet deze persoon niet te snel dingen even rustig aan. Eerst ontwarren, voordat de definitieve knoop wordt doorgeknipt. Ja, misschien heeft hij jouw goedheid misbruikt. Kijken wat deze kaarten zeggen. De kunde dus is de prins van winter. Hij moet dus een oplossing vinden van het probleem. Hij moet er wel echt snel en echt wel in zijn kracht gaan komen om dat te doen. Er kunnen mogelijk om onverwachte dingen. Dat kan echt heel plotseling gebeuren. Want het wiel gaat draaien. Vertragingen zijn over. Die lees aan over. Er komt opeens een onverwacht groot geluk. Hier staat een nieuw car. Or travel. Een nieuwe auto of reizen. Maar ja, het wil is natuurlijk dat alles, alle karmische dingen gaan afdraaien. Maar je ziet toch ook wel reizen hè, bij dit. Even kijken wat de runensteen betekent. Dat is een nautisch. Heel veel nautisch staat hier ook nog. Staat voor noodzaak, behoefte, dwang. Is rune ook wel beschreven als nautisch. Staat voor zelfontplooiing. Deze steen vertelt dat de behoefte dat iemand heeft vervuld kunnen worden, mits daar aan gewerkt wordt. Dus
De behoeften die iemand heeft vervuld worden, mits er aan gewerkt wordt. Mislukkingen of vertragingen kunnen mogelijk worden aangekondigd door deze rune. Dit omdat Nadis ons in contact brengt met onze schaduwkant. Ook laat deze rune ons de gebieden in ons leven zien die qua groei onderontwikkeld zijn en waaraan dien gewerkt moet worden. Aan de angsten natuurlijk ook bij deze persoon. Goed, kijk wat dit kaartje zegt met de kolibrie. Tevoorschijn. Wat zou er gebeuren als je helemaal tevoorschijn zou komen? Wat zou er gebeuren als je laat zien en voelen en horen wie je werkelijk diep van binnen bent? Zou dat niet een enorme opluchting zijn? Wat houdt je tegen? Iets houdt deze persoon nog tegen, hè? Dus deze persoon moet echt tevoorschijn gaan komen. Dat het wil gaat draaien, hè? Dus... Maar er kunnen onverwachte dingen gaan gebeuren. Goed, dan hebben we deze nog. Ja, deze persoon voelt wel heel veel passie. Het is ook een rode kaart, hè? Zullen we samen scharrelen? Goed, engelenkaarten. Wat zeggen de engelen hiervan? Geniet van de liefde. Ja, het wil gaan draaien, dus ga uit je comfortzone. Ja, dat moet deze persoon doen. Ja, vertrouwen, die ga ik even lezen. Vertrouwen. Beweeg je vanuit een plek van weten in jezelf in plaats van vanuit aanpassing aan wat je van buiten ervaart. Laat je veronderstellingen los en ook de behoefte om het creatieve levensproces onder controle te houden. En nou de waarheid. Ja, elkaar de hand geven, hè? De waarheid vertellen waarschijnlijk. Kijk wat er nog meer bij staat. Waarheid is een proces van ontvouwen. Het wordt dieper naarmate onze wijsheid groeit. Leef op wijze die voedend is voor jouw voortdurende en directe confrontatie met het leven. Ja, deze persoon moet misschien de waarheid onder ogen zien, hè? De confrontatie aangaan, misschien met jou, om de waarheid te vertellen. En dan nog liefdeskaarten van deze persoon. Het spijt me wat ik je heb aangedaan. Ik hou intens veel van je. Ik kan je niet echt loslaten. Ja, misschien probeert deze persoon dat wel, maar het lukt niet echt. Goed, het was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval tot de volgende keer. Doei!